Hallo mensen van de Enzo Knol vlog. Daar is het een andere Enzo Knol vlog. Daar is het geen Enzo Knol vlog. Gewoon de video. Ben jij nu een jongen of een meisje? En heb jij een heel moeilijk leven achter de rug? En dan bedoel ik echt een heel fucking moeilijk leven. Voldoe je nu net niet aan die dingen waar je moet voldoen om een vriendje of een vriendin te hebben? Dan ben ik hier vandaag om jou te helpen. Jij geen zin om een vriendje te hebben. Geen zin in liefde. Geen zin in affectie van iemand van het andere of hetzelfde geslacht. En wil je eigenlijk alleen maar... Zoals iedereen die... Ja, I don't know. Iedereen die gewoon wil neuken. Dan ben ik hier vandaag om jou te helpen. Maar dat doen we vandaag gewoon niet alleen. Er is namelijk een heel makkelijk, leuk en kindvriendelijk social media platform die ons daarbij kan helpen. Het is Twitter. Jullie dachten allemaal dat Twitter dood was? Dat dacht ik ook. Maar dat is het niet. Twitter is meer actief dan ooit. Actiever dan deze 5 liter fles water. Vandaag ga ik jullie de donkerste kant van Twitter tonen. De kant van Twitter die jullie ouders niet eens willen die jullie zien. De kant van Twitter die ik niet mag tonen aan jullie. Ik doe het toch voor de views. Ha, lol, XD. Dus als er mensen aan het kijken zijn naar deze video in de buurt van jullie ouders, stop even oortjes in. De rest is het enige wat ik nog wil zeggen is, jullie moeten echt liken. Like! Ik schreeuw even door mijn fucking kut megafoon ding die toch glitcht. Fuck aan mensen! Er is bij Twitter, ik hoop dat hier geen porn op staat ofzo, of dat hier nu dingen op staan dat ik niet wil zien. Er is een foto van een duif die een pakketje pillen aan het vervoeren was. Nice! Op mijn Twitter staat er niet veel leuke dingen. De meeste dingen die hierop staan zijn fucked up. Ik weet ook niet waar allemaal op mijn Twitter staat, maar oké. Vandaag ben ik niet gekomen om de fucked up shit op mijn Twitter te tonen. Vandaag zijn we hier voor andere redenen. Vandaag zijn we hier om jullie te tonen hoe je makkelijk kan neuken. Want dat is wat we allemaal willen, sowieso. Enkele dagen geleden heb ik dit Twitter-account gevonden. En inderdaad, jullie zien nu niks, want ik heb alles moeten blurren. Ik denk dat jullie door de blurren heen ook wel een beetje kunnen zien waarom ik alles heb moeten blurren. Of zie je dat niet? Dan ben je blind, denk ik. Bijvoorbeeld, dit is inderdaad wat je denkt dat het is, maar je ziet het nu niet helemaal. En dat is jammer voor jullie, want ik zie het wel. We kunnen wel even gewoon de kleine dingen lezen. 20 jaar, doet aan paydates altijd in voor gezellige drankjes. Je kan nu zeggen, hey shit, waarom ga je dan niet gewoon naar een hoer? Ik bedoel, dit meisje is geen hoer. Het meisje is gewoon iemand die op Twitter zit en geld nodig heeft en... Ja. Dit is een betaalde campagne voor seksaccounts op Twitter. Check ze uit. Gebruik de kortingscode ACID69 voor... korting. Ach, kut zooi. Sommige tweets van haar zijn keihard. Ik doe nu ook chemsex voor 25 euro per half uur. Deze koop je. 25 euro per half uur, bedoel. Als ik geld had. Yo, please take my money. Take all my fucking money. Er zijn ook naaktfoto's en naaktfilmpjes geschoten. 2 per stuk voor 10 euro. What the fuck? Dit is een nieuwe manier van marketing. Snap je? Vroeger wou iedereen rapper worden omdat je er super rijk mee kon worden. Ik ben aan als een stekker. Mij zie je niet uitgaan. Zie je me uitgaan, dan is het tijdens uitgaan. Wou iedereen YouTuber worden omdat je daar ook super veel geld mee kon verdienen. Ik doe het graag. Ik ben blij dat ik heb geïnvesteerd in mijn YouTube equipment. Ik ben blij dat ik nu alles heb. Ik ben blij dat ik leuke, smooth video's kan maken voor je. Ach, kutzooi. Wou iedereen DJ worden? Iedereen was ineens DJ. Iedereen, echt iedereen. En nu wil iedereen sletje worden op Twitter, want what the fuck. 10 euro, 2 filmpjes en een foto. What the fuck. Maar het blijft zeker niet hierbij. Er zijn ook mensen die commenten op haar tweets. Dan heb je zo mensen die zeggen, doe eens een voorproefje. En deze guy zijn account is PornHenk17. Ik blur deze shit ook gewoon, want het is fucked up. Maar vertrouw nooit mensen met zo'n profielfoto, dat kan je niet vertrouwen. Even serieus, als je betaalt voor seks, dan ben je wel heel laag gevallen. Kijk, en dan tweets ze zoiets zoals, wat doen jullie vandaag? Dat kan ik ook gewoon even tweeten. Dat ga ik ook doen. Wat doen jullie vandaag? Haha. Ik heb nu dit getweet, maar we zien straks wel wat jullie reacties zijn. Waarschijnlijk heel normale dingen. Toen zij tweeten, wat doen jullie vandaag, kreeg ze de reacties. Sporten, kwalificatie kijken en verjaardag. Lekker varen. Azo zwemmen. En vanavond natuurlijk barbecue. Snap je, dat zijn hele normale dingen. Dat zijn hele normale tweets op een account van een meisje die fucking seks verkoopt op Twitter. Als ik tweet, wat doen jullie vandaag? Yo, op dit moment helemaal niks. Tering. Peultjes. Ook hele normale dingen. Conclusie. Mijn Twitter-account kan ook gewoon een fucking seks-account zijn. Kan zijn dat ik ook aan tienermeisjes zag, joh, 25 euro en je krijgt 2 naaktfoto's van mij. Deze mensen zijn zo normaal, maar toch zo fucked up op hetzelfde moment. Retweet als je geil bent. Oké, nee, dat gaat niet. Ik weet niet wat dit is. Een mixer. Wat is dit voor duivelsding? Niet wat het is, maar het ziet er niet goed uit. Maar Esmeralda is niet het enige Twitter-account die deze marketingtechniek heeft gevonden. Een van de vele Twitter-accounts die...
Ja, gewoon, weet ik veel, zelfstandig prostituee zijn of zo. Dus ik dacht enkele dagen geleden, laat ik eens een chatgesprek beginnen met haar. Laat ik eens praten met haar en kijken wat ze zo doet in het leven, waar hobby's zijn, wat haar lievelingskleur is, of ze nog naar school gaat. Dat heb ik dus ook gedaan en ze heeft gewoon geantwoord. Zo begon ik het gesprek gewoon met de vragen wat ze deed en zo, en of ze dat echt deed, of of ze gewoon één dikke scam was en gewoon geld aan het nakken was van oude mannen. Die vieze dingen houden doen we haar. En toen zei ze gewoon, ik licht hun niet op, hoor. Toen gaf ze ook gewoon toe dat er vieze mannen tussen zaten. Toen zei ze, maar wat voor video wil je maken dan? Op dat moment dacht zij sowieso dat hij de porno wil maken, maar of zo. Dat ik een seksfilmpje wil maken, maar ik heb haar dat even duidelijk moeten maken. Want toen stuurde ze, ah, ik dacht, wilt zo'n bekende YouTuber een afspraak? Esmeralda, ik wil geen afspraak. Ik wil geen paydate. Ik wil geen paydate. Ik wil gewoon een filmpje maken over jouw marketingplan. En toen vroeg ze, trouwens, hoe ben je eigenlijk bij mij gekomen? Snap je deze goede vraag? Hoe de fuck ben ik ooit op dit account gekomen? Is dit viezerik? Fangirls van mij retweeten deze ding. Ik was echt in shock. Ik meen het, ik lag in mijn bed gewoon leuk, sferig, in mijn tent. Zie ik ineens deze shit op mijn Twitter. Uiteindelijk heb ik wel gewoon een goed gesprek gehad met Esmeralda. Toen stelde ze zelf ook gewoon voor om een video te maken met mij. Als je wil, mag je een keer meegaan, gaan we pedo in de val lokken. Dus mijn idee is, als deze video 20.000 likes haalt, maar ik meen het, 20.000, dan spreek ik echt af met Esmeralda en dan gaan wij gewoon een fucking pedo oplichten. Maar dan het beste is, weet ik niet, feit dat ik afspreek met een prostituut. Of het feit dat ik afspreek van een fucking pedo. I don't fucking know. 20.000 likes en dit plan gaat door. En als we die 20.000 likes niet halen, dan doe ik het waarschijnlijk ook. Maar het is leuker als we die 20.000 likes halen. Voor de rest ziet Esmeralda er ook gewoon niet slecht uit. Dat zijn dat dit haar gewoon niet is. Dat dit iemand heel anders is. Volgens mij is dit scam. Maar 20.000 likes. En ik ga een pedo in de val lokken. Yes! Woo! En voor de rest staat er op haar Twitter eigenlijk allemaal enge shit. Nog meer van die staven. Ik weet niet wat ze daarmee doet. Het ding is zo groot! Hetzelfde als zeggen dat dit... Fucked up. Voor de rest, dames en heren. Ik vind het nog altijd heel leuk om dit soort video's te maken. En vind ik echt veel leuker dan die andere fucking shit. Maar vloggen is niet zo mijn ding, maar ik doe het wel graag. Maar ik edit liever veel aan video's zoals aan deze dingen. Voor de rest, het is nu momenteel 2:31. Mijn trein vertrekt over 10 minuten. Ik moet die trein halen. Ga ik hem missen? Waarschijnlijk wel. Volg jij mij nog niet op Twitter of andere social media? Check dan even de beschrijving. Vond je dit een leuke video? Smash dan zeker een duimpje omhoog. Zo echt van... Als je nog niet genoeg van mij hebt gezien, klik dan even op deze video. Want die staat er ook nog altijd. Dus... Voor de rest, dik shout naar Esmeralda. Ik ben Ace It. Ik zal zeggen tot de volgende keer. Adieu. Woe.